Hoi allemaal, vandaag heb ik voor jullie weer eens een shoplog. Dat is alweer even geleden. Ik was gisteren bij de Glamour Day, maar voor jullie is dat alweer wat langer geleden. Dat is van de Glamour, een tijdschrift. En die hebben één keer per half jaar volgens mij een Glamour Day. En dan heb je bij heel veel winkels 20% korting. En 20% is toch een leuk... een leuk percentage. Dus ik ben even gaan shoppen met mijn moeder. En ik heb wat ingeslagen. Onder andere bij Vero Moda en H&M. Te beginnen met dit shirtje. Dit shirtje heb ik al. In een beetje een rosé gouden kleur. En ik heb hem nu ook in het zilver grijzig. En dit is gewoon een shirt met driekwart mouwen. En verder valt het wat wijd. Ik doe hem vaak in mijn broek. Omdat ik dat net wat mooier vind staan. En deze was 14,95, of deze is 14,95. En ik heb hiervan een XS. Hij is 14,95, maar daar gaat dus 20% korting af. Maar ik kan niet per item dat op het kaartje, of dat kan je niet per item op de bon zien. Dus dat gaat gewoon van het totale bedrag 20% af. En nou ja, dit vond ik echt wel een heel leuk shirt. Ik vind die ander heel fijn. Het is een soort, ja, het is geen katoen of zo. Het is een beetje een, ik zal eens kijken wat voor stof het is. Vooral polyester, dus je gaat er lekker in zweten, maar daar heb ik nooit zo last van. Ik ga hier trouwens ergens in beeld, of het komt zo meteen, of het zit ertussen of zo, ga ik laten zien wat er gebeurt als ik het, of hoe het kledingstuk zeg maar aan mijn lijf eruit ziet. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan, maar het leek me wel heel leuk, maar ik weet nog niet zo goed hoe ik dat moet monteren en zo. Dus dat wordt een experimentje. Maar het komt dus ergens hierna, of nu, of zo, of foto, of iets. Laat maar weten trouwens of je dat ook leuk vindt. Want ja, dat is wel wat meer gedoe en ik weet nog niet precies hoe en zo. Maar als jullie het leuk vinden, dan doe ik dat natuurlijk graag. Dus deze. Dit is hem. Hij is iets langer aan de achterkant. Ik draag hem dan, denk ik, dat doe ik bij het andere shirt ook, een beetje zo aan de voorkant erin. Omdat hij aan de voorkant vrij losvalt. Dus deze. En, we zijn trouwens net... voor het eerst met mittens naar buiten geweest aan de lijn. We wonen natuurlijk niet op begane grond. We wonen op verdieping en we hebben ook niet echt een balkon of zo. We kunnen onze, ja, we kunnen wel een soort van balkon creëren. Maar ja, daar is ze dan ook altijd aangeleind. Maar ja, nu zijn we voor het eerst met haar naar buiten gegaan. En ze vond het echt heel erg spannend. Maar het was echt heel schattig. Ik heb trouwens wel filmpjes dan. Ik denk dat ik binnenkort wel eventjes een mitsartikeltje online zet. Genoeg over mittens. Tijd voor meer fashion. Verder kocht ik bij de H&M deze jurk. Hoe ga ik dit nou laten zien? Het is een hele lange jurk. En de bovenkant, dus tot net onder je borsten, is het gewoon een katoenen stretchy shirtje met zwart-witte streepjes. En dan direct daarna begint de lange rok. En die heeft aan allebei de kanten ook een splitje. En zoals je ziet schijnt die door. Maar dan zit hier dus nog een rokje onder. En dat is gewoon een kort rokje. Alleen dat kruipt heel erg op. Ik heb ook een maat groter geprobeerd of dat het oploste. Maar dat loste het niet op. Alleen hier ging het wijder zitten. Dus ik dacht dat is het ook niet. Maar het is van een soort spul wat gewoon echt omhoog kruipt. Dus dan sta ik echt in mijn blote kont. Dat is niet zo sexy. Dus... ik ga er gewoon een ander rokje onder doen. Ik heb gewoon zo'n zwart aansluitend rokje. Dus dat ga ik doen. Maar ik vond hem wel echt heel erg leuk. Ja, stoer, maar toch ook wel sexy en zo. Dus die ga ik nu ook ergens zien. Ik weet het niet. En deze was volgens mij 24,95. 24,95. Ik heb een maatje 36. Ik dacht misschien is dat soms ook wel handig om te zeggen. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar ik denk soms dan zie ik iets waarin ik denk, oh leuk, maar dan denk ik, ja, welke maat heeft zij? Want dan weet ik in welke maat ik het moet bestellen of zo. Weet je wel, dan... Maar goed, dit is dus een 36. Over het algemeen heb ik een XS of een S van de meeste dingen. En even kijken, dit is dus 24,95 en dan ging dus ook weer 20% van af. En dit is het jurkje, het onderhoekje, daar moet ik dus nog even wat aan doen. Maar hij heeft dus aan twee kanten splitjes, heel charmant. En ja... heel erg leuk. En hij is nu heel statisch, dus daar werken we nog even aan. En ik had nog een hele leuke high-waisted short gezien, maar die was niet in mijn maat. Dus die ga ik nog wel kopen, denk ik. Want ik vond hem gewoon donkergrijze high-waisted short. Maar goed, die hadden ze dus nu niet. Dan ging ik naar de Vero Moda. En daar kom ik eigenlijk niet zo vaak meer. Ik weet echt niet waarom.
Maar laatst had ik natuurlijk die leuke broek, die high-waisted jeans op de kop getikt. Dus toen dacht ik, nou, misschien moet ik er wel eens wat vaker heen. Dit zit binnenste buiten. Dat is dit shirtje als eerste. En dat is een anthracietgrijs shirtje. En hier zit de gouden studs. En hij is een beetje doorschijnend, niet heel erg. En op de rug heb je dan kant zitten in een driehoek. En dat vond ik wel heel mooi. En deze was afgeprijsd. Dit was trouwens een maat 40. Dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon passen. Wie weet passen. Nou, ik weet, ja, nou, wat ik al zei. Ik heb normaal XS of S. En dit is echt, nou, echt niet heel veel te groot voor mij. Dus ik was er heel blij mee. Maar ik weet niet of iemand met maat 40 daar net zo blij mee zou zijn. En deze was normaal, spieken. Normaal 26,95. Maar er ging 50% korting af. En daar ging dus dan niet nog ook nog eens die 20% van af. Maar goed, 50% is toch nog beter dan 20%. En dit is een anthraciet grijs shirtje met hier die gouden details. En achterop de rug zit de kant. Dus deze. En omdat ik hem zo leuk vond. Kocht ik hem. Natuurlijk, waarom ook niet. Ook nog in het gebroken wit. Deze. En nou, hij heeft dus diezelfde details en datzelfde kant op de rug. Ook maat 40. Ook 50% korting. En hij is dus ook iets langer aan de achterkant. Nou ja, wederom, ik laat hem zo nog even aanzien. Dus die vond ik ook wel heel erg leuk eigenlijk. En ik hou wel heel erg van dit soort shirts, want die kan je ook makkelijk onder couverts en zo doen. En dit is de, ja, een beetje gebroken witte variant. Wederom met dezelfde gouden details en dezelfde kant terug. En daarbij kocht ik dit. En dat is iets wat ik niet dan, nou, nog niet eerder heb gekocht, zeg maar zoiets. Ik vond het eigenlijk wel heel tof. Dit is een vestje, maar dan in het model van een soort colbertje, jasje. En het is zoals je ziet een zwart-witte print. Mijn moeder die vond het een beetje een, wat is nou, een Noorse print zoiets. Nou, volgens mij is het meer Aztec, maar goed, maat doet er ook niet toe. Het is heel zacht spul. En het is een beetje een soort, ik weet niet, het is wat dikker. En ja, ik zal het printje even van dichtbij laten zien. Ik vond hem eigenlijk wel heel erg leuk. Ik dacht ideaal voor naar mijn werk en zo. En hij heeft gewoon lange mouwtjes. En hij zit heel netjes. Ik vond hem heel mooi staan. Dit is een XS. En deze was 26,95. Minder dan die 20%. Dit is het jasje. Zwart-witte jasje. Mensen kan ook even kijken. En ik was hier eigenlijk wel heel blij mee. Ik vond hem ook heel leuk staan met dat, met dit hemdje eronder, omdat dat andere ook een beetje gebroken wit is. En het laatste fashion item. Och man, ik had nog uren door kunnen gaan, maar we waren op een gegeven moment wel een beetje moe. En ik bewaar natuurlijk, we gingen met z'n tweeën, dus mijn moeder is ook nog wel in winkels geweest waar dan niet de 20% gold en zo. En hij is ook, nou, allerlei dingen aangehad en twijfel en lastig. En weet je, dus dat kost ook allemaal natuurlijk tijd. Ik ben niet naar de New Yorker geweest en niet naar de Wii. En daar had ik allebei nog wel heel graag even heen gewild. En ik wilde eigenlijk nog even naar de Invito, want ik was wel in een Sasje geweest, maar in een heel kleintje. Dus ik had nog wel wat meer plekken willen zijn, maar goed, mensen kan niet alles. Mango, daar kocht ik dit shirtje, is ook eigenlijk meer voor werk. Het is een lichtroze, een beetje doorschijnend shirtje en daar doe ik dan gewoon natuurlijk een hemdje onder. Onder al die dingen trouwens. En hij heeft een soort grappige mouwtjes, een beetje een soort kapmouwtje. En die vond ik ook wel heel leuk. En ik hou wel van zo'n kleurtje. En dat frist dan toch een colbertje weer een beetje op. Of een vestje. En deze was 19,95 min 20%. Dit is een dat lichtroze shirtje. Met die grappige mouwtjes. En de achterkant is wat langer dan de voorkant. Je ziet een patroon. Dan. Vond ik het wel grappig. Even kijken wat die zijn. Ik was bij de Six, want die deden niet mee aan de actie van de Glamour. Maar mensen stonden dus aan het rondsnuffelen. Die deden niet mee aan de actie van de Glamour. Maar die hadden dus wel met hetzelfde soort kleur roze posters op de ramen gehangen met alles 20% korting. Dus eigenlijk gewoon precies hetzelfde als de Glamour. Dus dat vond ik wel heel grappig. Dus dacht, nou, dan ga ik even naar binnen. En daar kocht ik deze oorbellen. En dit zijn zilveren oorbellen. En dit heb ik in het goud. Die draag ik heel graag. Het zijn overigens niet van de Six, geloof ik. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. En ik heb wel zilveren, maar die beginnen een beetje, ja, er begint een beetje een soort goud-brons uit doorheen te komen. Dus ik dacht, ik moet even een nieuwe, goede zilver. En deze zijn wel mooi stevig en ja, niet te groot, niet te klein. Ik hou van redelijk grote oorbellen. Dus deze, die waren 5,95 min 20% korting.
Dan was ik nog even bij de HEMA. En die deed niet mee aan de actie. Maar dit was dus al het fashion gedeelte. En dan komt nu nog een klein beetje beauty. Daar zag ik deze staan. En dit zijn een soort... Ja, je kent wel die douche mousse van de Rituals. En die vind ik super fijn. En die koop ik eigenlijk altijd bij de drie dwaze dagen of zo. Dan sla ik weer in. Rituals deed overigens nu ook mee met de actie. Maar... die zijn natuurlijk niet heel erg goedkoop. En nu heeft HEMA ook eenzelfde soort mousses. Mousse douche gel. Dus daar was ik wel erg benieuwd naar. Ik heb op zich wel goede verhalen over gehoord. Maar ik kon niet zo goed kiezen. Dus ik dacht, ik neem gewoon een soort drie kleine mousses probeerverpakking mee. Dit was 5 euro. En ik heb hier Today I Feel Dreamy Floating Through a Field of Flowers. Dat is de roze. Today I feel passionate with promise of mysterious excitement. And today I feel marvelous dancing all night with a golden glow. Dus ik ben heel benieuwd. Het zijn allemaal 75 milliliter. En ik vond het ook wel handig dat er ook nog een etuietje omheen zit. Zeker zo'n doorzicht. Dat is super handig voor prijs. Dus ik dacht, nou ja, top. En hier gaat zeker nog een review van komen. En als laatst, ik weet niet of jullie gek worden van mijn kauwgom haar. Maar het blijft een issue. Ik heb nu bijna de André Lon producten, of in ieder geval de shampoos, bijna op. En toen zag ik dat ze bij de Ethos, de L'Oréal Elvive shampoos en conditioners zo allemaal tweede graad was. Dus toen dacht ik, nou dan schaf ik die alvast aan en kan ik daarnaar overschakelen. En dit is de Elvive Keratine Glad Perfectionerende Shampoo. En dit is dan de conditioner en het was dus de tweede graad. Dus dit was... Even kijken. Boom, boom, boom. Waarom staat hier niks? 4,05 euro voor met z'n tweeën. Want normaal zijn ze 4,05 euro apart. Wat ik best wel duur vind eigenlijk voor snappen. Maar goed. En dit is dus verminderd onregelmatigheden. Glad en zijdezacht haar verzwaart niet. Voor onhandelbaar normaal tot fijn haar. That will be mine. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ik denk dat ik hier ook alweer een review over ga schrijven. En dat was het. Volgens mij. En dat lijkt me ook wel even genoeg. Dat was eigenlijk alles. Ik hoop dat jullie het leuk vonden met die shotjes van kleding erin en zo. Ergens, ik weet het niet. Of dat, ja, ik ga gewoon op meerdere manieren en ik ga even kijken hoe het dan het leukst uitvalt en zo. Jullie zien dit natuurlijk en dan zit het er allemaal al in. Maar voor mij moet ik dat natuurlijk nog gaan doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. In ieder geval super bedankt. Ik ben heel erg benieuwd of jij met de Glamour Day bent wezen shoppen en of jij leuke aankopen hebt gedaan. Laat maar even weten hier beneden in de comments. En nogmaals heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel. Doeg!